Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik jullie weer een super grote kledingshopvlog en ik vind het zo leuk om dit weer te doen, want het is al best wel lang geleden. En ik heb vandaag super leuke items, ik heb ze allemaal binnengekregen van verschillende bedrijven en alle printjes zijn zo leuk. Het ziet er allemaal zo leuk uit, het is super leuk voor de zomer. Ik wil jullie vragen om zeker weten een blijfje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal en let's get started. Voordat we gaan beginnen wil ik jullie eerst even vertellen dat alle websites waarvan ik deze kleding ontvangen heb, daarvan staan de linkjes gewoon in de beschrijving. En ook van elk kledingstuk apart staat ook een linkje in de beschrijving. Dus wil je het na de video gewoon checken of denk je nou die vind ik heel erg leuk voor de zomer, je wil hem graag kopen of iets anders, dan kan je het gewoon checken hier door middel van de links in de beschrijving. Mocht je vragen hebben over kledingstukken, dan mag je deze ook hieronder in de reacties vragen, want dan beantwoord ik deze gewoon en wie weet kan ik jou ermee helpen. Dat was weer genoeg gepraat, so let's get started! Als eerste heb ik een superleuk pakketje ontvangen van LA Sisters. En LA Sisters is een superleuk kledingmerk. Het wordt steeds populairder, je ziet bij steeds meer beautybloggers, steeds meer bij YouTubers. Je ziet het gewoon steeds meer voorbij komen. Ze hebben superleuke kleding en ook ik mocht hier drie dingetjes uitzoeken. Ik heb een paar hele leuke dingen uitgekozen die ik jullie nu ga laten zien. Als eerst heb ik een shirt uitgekozen op LA Sisters en hij is superleuk. Want ook direct iedereen vroeg aan mij, Bo, waar heb je dat shirtje gekocht en waar komt hij van? Want ik had hem ook al aangedaan in een van mijn muskli's. En hij ziet er zo uit. Er staat Babes op en dan nummer 01. Ik wou zeggen nummer 10, maar nummer 01. En hij is super mooi. Het is echt een hele goede kwaliteit stof en het is ook echt geen troep of zo, het is echt goede kwaliteit. Nu heb ik van het shirt een M genomen omdat ik heel erg twijfelde, want van sommige shirts heb ik een S en van sommige shirts een M. Dus ik dacht, ik neem gewoon een M'tje. Achteraf had ik denk ik een S kunnen nemen, maar deze valt gewoon wat oversizeder. Het is niet dat die heel erg oversized valt, dat het gewoon lelijk wordt, maar het is gewoon net ietsje groter. En ik doe daarom ook altijd de onderkant in mijn broek, maar dat vind ik sowieso heel erg leuk bij deze. En hij ziet er dus zo uit en hij is best wel lang zoals je ziet, maar ik los dat gewoon op door hem in mijn broek te doen en dan is hij super leuk. Dit shirtje kostte 35 euro en het zeker weten de moeite waard, want het is echt hele goede kwaliteit. Dan heb ik zo'n gelijk shirtje nog een keertje uitgekozen omdat ik deze shirtje gewoon heel erg leuk vind, ook voor straks in de zomer. En deze is eigenlijk helemaal zwart en er staat er op Tomboy en ik vind hem super cute. Deze is ook weer wat langer, maar je kan het super leuk oplossen door het gewoon in je broek te doen. Ook bij een kort broekje staat het heel erg sportief en gewoon heel erg leuk. Ook deze kostte 35 euro en deze is ook weer super mooie kwaliteit en hij is echt super chill om te dragen. Tot slot heb ik bij LA Sisters iets anders uitgekozen en ik had het gezien bij een andere YouTuber en ik dacht, wow, dat is zo leuk. Het is zo cute voor de zomer en zo en eigenlijk wou ik hem in een ander kleurtje, maar die hadden ze helaas niet meer. Dus nu heb ik hem in het grijs gekregen, maar ik vind hem misschien nog wel leuker, want het is zo cute. Ook deze had ik aan in mijn muskli en daar vroeg iedereen van, waar heb je het weg? Het is super leuk. Oké, kijk. Het is een two-piece setje en een two-piece setje houdt in dat je dus een shirtje hebt en een broekje. En bij elkaar, het staat zo ongelooflijk cute. Als eerste hebben we het broekje en het lijkt een beetje op een pantalonbroekje. Alleen heeft hij dan niet van die pantalon dingetje aan de achterkant. Het is super leuk. Het is zo'n grijs met wit gestreept broekje en dan met hele mooie zakjes. Je hebt deze nog in de kleur beige en in de kleur zwart. Alleen de kleur zwart was niet meer mijn maat, dus vond ik heel jammer. Maar deze vond ik ook super leuk en ik denk dat ik deze nog leuk vind voor de zomer. Ik heb hem in maat M, want ik dacht dat zit wel goed omdat ik best wel brede heupen heb. Dus dan past een S niet qua broekjes. Dan heb ik hetzelfde, alleen dan het shirtje ervan. En deze valt wat krop, dat ik zelf echt super cute vind. Ik vind hem echt heel erg mooi en hij sluit super mooi aan. Het is echt een shirtje die heel goed bij je lichaam past. Hij sluit gewoon super mooi aan en ook in combinatie met deze staat het super leuk. Dit setje bij elkaar kostte 79 euro en het is zeker weten de moeite waard, want deze kwaliteit is echt geweldig. Dan heb ik een super leuk pakketje mogen ontvangen van straatstijl.nl en straatstijl.nl is zeker weten een van mijn favoriete kledingwebsites, omdat alle kleren vind ik zo leuk. Ik vind de stijl super leuk. En gewoon alles eigenlijk. Ook is de kwaliteit super mooi. Het is gewoon heel erg betaalbaar. Dus dat is ook zeker weten de reden dat ik het graag wil promoten en laten zien in mijn video's. Als eerste heb ik op straatstijl.nl een super leuke jeans uitgekozen. En het is een girlfriend jeans. Niet een boyfriend jeans, maar een girlfriend jeans. En hij is super cute. Oké, het is dus deze broek. En het is dus een broek met een heel groot gat erin. En ook op de andere. En ik vind het super gaaf. Ik vond het eerst wel een beetje wennen. Maar nu ik hem een tijdje heb, vind ik het echt super leuk. Aan de achterkant heb je eigenlijk nagenoeg geen gaten. Wel van die schammetjes. Maar niet hele grote gaten. En hij is super cute, deze broek. Ik heb hem in maat 38. Omdat ik dat gewoon altijd nodig heb bij mijn heupen.
Aan de onderkant is hij heel erg mooi gerafeld, zeg maar. Ik vind het super leuk. Hij is super mooi. En ik wou net voor jullie opzoeken hoe duur die ook alweer was. Maar ik kon hem dus niet meer vinden. Ik ga even kijken of ik hem nog kan vinden. En dan plaats ik het linkje gewoon in de beschrijving. Kunnen jullie daar alsnog zien hoe duur die was. En de meeste mensen vinden dat waarschijnlijk al wel door. Maar zo'n broek combineer je meestal met een fishnet panty. En die heeft straks me ook super aardig nog even opgestuurd achteraf. Want ik had daar niet aan gedacht. Zei ze een beetje boven, stuur hem nog wel even naar je op. Super bedankt. Een fishnet panty kost €7,95. En je hebt hem ook nog in andere kleurtjes. Maar het leuke is dus, als je dat eronder aan doet, dan komt dat dus hier onderuit weg. En dat ziet er super cute uit. Jullie zien het wel op de aanbeelden. Maar het ziet er super leuk uit. En het is gewoon zeker een aanrader. Want je kan het natuurlijk ook zonder dragen. Maar zelf vind ik het met fishnet panty toch leuker. Want dan maak je look echt af. En het is echt super leuk. Dan heb ik een super leuke short uitgekozen op straatstijl.nl. En ik vind hem zo ongelooflijk leuk. En hij is echt heel erg basic. Maar dat vind ik juist wel leuk aan de ene kant. En hij zit zo ongelooflijk lekker. Want er zit echt super veel stretch in. Je kan het wel zien. En ook gewoon hier. Je kan het al zien aan het stofje. Het zit gewoon super chill. En het zit niet strak. Het zit echt een beetje als zo'n chill broekje, weet je wel. En hij is super leuk. Ik ben er echt een beetje verliefd op. Ik vind hem zo leuk. Want je kan hier gewoon alles op dragen. En dat vind ik super chill. Ik heb deze ook weer in maat 38. En dit broekje is nu in de sale. Hij kost nu namelijk nog maar €19,95. Tot slot heb ik op straatstijl.nl nog een super leuke trui gekozen. En ik denk misschien, wow, het is bijna zomer. Of het is inmiddels al zomer. Waarom heb je een trui uitgekozen? Nou, het is dus deze trui. En op het eerste oog lijkt het echt zo'n basic grijze trui. Maar hij is en cropped. En hij heeft super leuk een halsje met een soort van, ja, streepjes effectje erin. En het staat super schattig. Want het maakt het gewoon net weer extra af. En ook de mouwtjes zijn een beetje zo ploffy. En dat is super cute. Deze trui kostte €24,95 en hij is best wel dun. Je kan het ook al zien als je de binnenkant zo bekijkt. Hij is best wel dun, dus dat is super chill. En hij is echt heel erg leuk op een short. Dus bijvoorbeeld op dat spijkerboekje die ik net liet zien, kan je hem super leuk dragen. En het is zeker niet een aanrader, want hij is super chill om ze ook mee te nemen op vakantie. Als het 's avonds ietsje kouder wordt, maar je wil geen vest of zo aan, dan is dit zeker niet een aanrader, want hij is echt super leuk. Voordat ik doorga naar het volgende pakketje, heb ik ook nog een kortingscode voor jullie van straatstijl.nl voor 10% korting. En de kortingscode is BO10, staat nu in beeld, dus allemaal in caps lock. En als je deze dus gebruikt, krijg je 10% korting op je gehele bestelling. En ook op de sale items. Dus koop je bijvoorbeeld dat korte broekje van €19,95, dan gaat daar dus nog 10% af, dus dan wordt hij nog veel goedkoper. Laat me even weten als je wat leuks geshopt hebt op straatstijl.nl. Stuur me even een DM'tje en dan ga ik even reageren. En ja. Dan heb ik een superleuk pakketje mogen ontvangen van Reinders.nl. En hier heb ik één shirtje mogen uitkiezen. En ik wil eerst graag een ander shirtje, maar die hadden ze helaas niet meer. Dus zei ze tegen mij, Bo, we hebben nog een heel erg leuk shirtje voor jou. Die je zeker weten leuk vindt. En hij is echt gaaf. Hij is helemaal wit. Wat ik echt heel gaaf vind voor de zomer. En dat zit zo chill. Want het is zo'n dun stofje. En wel gewoon goede kwaliteit, maar echt zo lekker dun, weet je wel. Wat je echt gewoon aan kan doen als het vet warm is. Ik heb hem ook al een paar keer aangehouden op een short en hij zit super chill. Het enige wat erop zit is eigenlijk dit, het logootje van Reinders. En hij is super leuk, je kan hem op heel verschillende manieren dragen. Want zoals je ziet, hij lijkt best oversized. Als je hem aan hebt, valt het echt heel erg mee. Alleen hij is natuurlijk wel wat langer. En je kan hier zoveel leuke dingen mee doen. Ik heb hem een keer gedragen in mijn short. Ik heb hem een keer gedragen dat ik een knoopje maakte. Maar ik heb hem ook een keer gewoon helemaal oversized gelaten. Ziet er ook super leuk uit. Of net het voorkantje erin, weet je wel. Hij is super cute. Ik zal het linkje van de website even in de beschrijving zetten. Ze hebben sowieso heel veel leuke kleren. En dan wil ik jullie zeker weten even vragen om dit te checken. Reinders heeft ook nog een YouTube kanaal. Dus check dat zeker weten ook even. En abonneer er even op. Het staat in de beschrijving allemaal. So let's go to the next pakketje. Dan heb ik een super leuk pakketje mogen ontvangen van Shein of Shein. Het is volgens mij Shein. Maar de meeste mensen kennen het als Shein. Dus ik spreek het gewoon zo uit. Ik heb hier 3 leuke items mogen uitkiezen. En ze zijn super leuk voor de zomer. Als eerste heb ik een wit shirtje uitgekozen. En deze heb ik ook al een paar keer aangehad in mijn muskies. En toen vroeg ook iedereen, waar heb je die vandaan? Hij is super leuk. Het is echt een zomershirtje. Hij is helemaal wit. En er staat op Girl Power met super leuk roosje. Dat vond ik zelf heel erg cute. Hij is echt heel erg leuk. Ik ben er erg blij mee. Dit shirtje is by the way super goedkoop. Want hij is maar $10. En dat is ongeveer €9 of iets. Volgens mij iets meer. Maar ik weet het niet helemaal precies. Hij is super goedkoop. En het is echt een aanrader voor de zomer. Want hij is super mooi. Super, zeg maar, het waait lekker door, weet je wel. Het is niet echt van die vieze stof, weet je wel, waar je helemaal gaat zweten. Hij is super chill om te dragen in de zomer. Ik
Raad hem zeker niet aan voor als je nog een leuk basic shirtje zoekt, want hij is echt cute. Dan heb ik iets uitgekozen wat ik normaal gesproken nooit zou uitkiezen. Maar ik dacht deze keer van, ik ga wat items uitkiezen die ik niet zo snel zou kiezen. Maar ook wel weer leuk vind voor de zomer, alleen ik weet gewoon niet of het me staat. Die dingetjes heb ik uitgekozen en zo heb ik ook deze jumpsuit uitgekozen. En ik heb hier nog steeds mijn gemixte feelings over ofzo, want ik vind hem wel heel erg leuk. Maar ik weet niet of ik hem te druk vind, zeg maar. Ik ga hem sowieso dragen op vakantie, want dan vind ik hem echt geweldig. Het is deze en ten eerste echt gewoon, I love dit patroontje. Ik hou echt van streepjes. Ik vind het super cute. En het is dus een jumpsuit. Super nice. En hij heeft een beetje van die, aan de zijkant heeft hij van die, ja, van die grotere mouw, zeg maar. Wat ik ook bij deze heb. Alleen valt dit dan weer iets anders. Deze zit echt super chill. Hij is echt heel erg leuk. Je draagt hem dan dus zo. En dan heb je dus gewoon een jumpsuit. Hij is heel erg chill, denk ik, van als ik straks naar het strand ga en dan gewoon even wat over mijn bikini aan wil. Dan is deze echt een aanrader. Ik vind hem super leuk. En deze kost ook maar $16. En $16 is ongeveer €15. Dus je moet even allemaal precies omrekenen. Ik weet het niet precies, maar het staat allemaal in de beschrijving. Dus check het zeker weten. En tot slot heb ik nog een super leuk jurkje uitgekozen. En dan denk je misschien, Bo, jij draagt nooit jurkjes. Nee, dat is waar. Maar ik vond hem zo cute. En ik dacht, wow, dit wordt echt een geweldig strandjurkje voor als ik even wat over mijn bikini heb, net zoals bij de vorige. En hij is super chill. Ik vind hem ook echt heel erg leuk. Het is deze. En kijk, het is als eerste weer een super schattig printje. Check it. Het is zo leuk. Gewoon, I love it. Maar het is dus dit. En dit elastiek zit best wel strak, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben ook wel breder. Dus misschien had ik hem dan een maatje groter moeten doen. Ik heb hem in maat M. Dus misschien had ik dan L moeten doen. Ik weet niet. Maar op dit soort websites is dat heel moeilijk. Dus dan moet je ook wat goede recensies lezen. Hij is in ieder geval super cute. Echt, ik ben hier echt verliefd op. Want hij is zo leuk voor op het strand. En als je dan zo'n bikini eroverheen onder doet, zeg maar. Dat is gewoon super handig. Want ik heb best vaak op het strand. Dat wij dan wat gingen eten of zo. Halverwege de middag als we op het strand waren. En als je dan een kort broekje of zo aandoet, dan wordt je hele korte broekje nat. En dat is gewoon super nasty. Als je dan dat 's middags weer aandoet. Dus ik dacht, als ik dan gewoon zo'n jurkje heb, dan kan ik die gewoon aan als ik ga eten. En dit droog ook super snel. Want dit is echt zo'n super dun stofje. Dat is gewoon binnen 10 minuten weer droog. Is super chill. En deze was helemaal niet duur. Hij was $15. Dus ik dacht, weet je, laat ik het gewoon proberen. De armen zitten hier, mocht je het je afvragen. Die komen er niet bovenuit. Je hebt gewoon wel armgaten, dus dat is wel chill. En hij is gewoon super chill. En zeker weet een aanrader als je nog een strandjurkje zoekt. Tot slot heb ik nog een super leuk pakketje mogen ontvangen van Rombi. En hier heb ik ook weer 3 items mogen uitkiezen. Het zijn super leuke items. En sommige dingetjes passen wel, sommige passen niet. Want er waren een paar dingen one size. En ik dacht, misschien past het, misschien niet. Dus ik heb het gewoon besteld om ook voor jullie te laten zien van hoe die maten nou vallen en zo. Zodat je het een beetje kan inschatten. Nu blijft het op Rombi. En dan heb je ook bij Shein of Shein best wel moeilijk met de maten. Daarom lees ik ook altijd heel vaak de recensies en dan kom je er meestal wel uit. Als eerst heb ik een shirt uitgekozen en ik vind hem super schattig. Alleen ik pas hem helaas niet. Dus Roos mocht hem van mij eigenlijk gewoon hebben. En hij is super cute. Ik vind hem echt heel cute. Ik vind deze kleur zo leuk. En net ook weer wat ik bij die andere trui. Ik vind dat, ja, gewoon dit zo echt super cute. En het was dus een one size. En ik dacht echt van, ga ik dat passen, ja of nee? Alleen het is best wel een strak stofje wat best wel aansluit op je lichaam. En bij mij was hij gewoon te strak. En dat was gewoon niet mooi. Dus ik heb hem gewoon aan Roos gegeven. En Roos was heel erg blij mee. Roos staat hier wel heel erg leuk. Dus ben je, ik denk als je wat ouder bent of gewoon wat steviger, dan pas je het niet. Maar je moet voor deze best wel heel erg, ja, tenger zijn, wat dunner. Mocht je hem willen passen, want bij mij paste die echt niet. Hij is in ieder geval super cute en zeker met een aanrijding. Je kan het zo ook wel zien hoor, dat hij kleiner valt. Hij was in ieder geval wel super goedkoop. Hij was maar $8, omgekeerd is wel €7 of zo. Dus zeker met een aanrader voor als je gewoon een goedkoop shirtje zoekt. Als tweede heb ik op Rommie een superleuke jumpsuit uitgekozen. En ik ben er echt verliefd op. Ik vind hem superleuk. Alleen, ik weet niet. Ik ben er wel echt heel erg een beetje, ook weer, ik voel me er ook weer, ja, een soort van vervelend over of zo. Want kijk, het is dus deze. En hij is super cute. Het is een jumpsuit. En echt, ik vind hem echt geweldig. Ik vind het printje superleuk. Ik heb nu ook zo'n topje aan. Maar ik vind het printje superleuk. En het is een jumpsuit. En ik hou echt van jumpsuits. Maar het is een one size. En voor mij, ik kan hem aan. Dan zit hij prima, maar hij is meer naar de kleine kant, zeg maar. Dat is gewoon zonde, want ja, daardoor maakt het de dragen wel minder chill, zeg maar. Ik vind hem in ieder geval wel erg leuk. En hij was ook niet duur, hij was $10, dus dat valt echt heel erg mee. Dus ik raad hem zeker weten aan.
Het paste bij mij wel, maar het is gewoon een beetje tricky. Ik vind hem wel heel erg leuk in ieder geval, dus ik ga hem gewoon zeker weten meenemen op vakantie. Tot slot koos ik op Romy nog een heel erg leuk grijs shirtje uit en hij is best wel basic. Er staat op USA en dan staat op deze kant nog een Amerikaanse vlag. Ik vind hem heel erg leuk en ook deze was weer super goedkoop, want hij was $9 en dat is echt goedkoop vind ik voor kleren. Ik vind hem heel erg leuk en ik vind hem zeker weten leuk voor de zomer, want hij valt ook wat kropter, dus kropter, kropper. Gewoon wat korter. En als je hem dan draagt op een short, is hij super cute. Dus ik raad hem zeker weten aan. Dan was dit weer de video en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het waren deze keer best wel veel kleren en daardoor is de video wat langer geworden. Ik hoop dat je er geen probleem mee had. Laat mij in ieder geval weten dat je hem leuk vond door een pluimpje omhoog. Ik wil je ook vragen om te abonneren op mijn kanaal, want we gaan super snel. En we komen steeds dichter bij die 45.000 en dan steeds dichter bij die 50.000, wat nog heel erg lang gaat duren. Maar we komen er steeds dichterbij, weet je wel. Elke abonnee is weer één stapje dichter bij die 50.000. Dus abonneer zeker weten even. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer op mijn kanaal. Doei doei!